Noodrem van Els de Schepper. Els, nu even, je hebt een paar keer aangehaald dat jij zelf ook door een diep dal bent gegaan, dat je heel veel hebt meegemaakt. Je hebt er ook een boek over geschreven dat waarschijnlijk uit is. Het gaat niet alleen daarover, maar het gaat over een heleboel dingen, dat boek. Ja. Het gaat over mijn levensverhaal en ook stukken uit de voorstellingen. En dus eigenlijk de humor, langs de ene kant de clown die ik ben, en de andere kant van de clown, wat je hebt meegemaakt, maar vooral wat je eruit hebt geleerd, ja. Wat ik eruit gehaald heb. Ben jij, je hebt geen partner, of je bent niet, ik zal het anders zeggen, je bent niet getrouwd. Ik ben niet getrouwd en ik heb geen kinderen. Voilà, dat is dan duidelijk. Nee, maar is dat iets wat jij in jouw leven een plaats hebt gegeven? Ja, nou, het verhaal is zo, en dat komt ook in het boek terecht, en ik spreek er ook over in de voorstelling op een andere manier, is dat ik in eind 2017, december, ben ik de grote liefde van mijn leven verloren. Ja. En die is gestorven. Ja. En dat heeft mij zo'n gigantische klap gegeven, dat ik, en maar ook een gigantische les gegeven. Dat beschrijf ik ook allemaal over hoe ik gezien heb, hoe dat ik toch nog heel veel angsten had en... Ja, dat die angsten liet bepalen wat ik deed in mijn leven. Veel te ingewikkeld om hier uit te leggen. Dat moeten de mensen maar lezen, omdat dat vergt echt wel veel uitleg. En ik zeg altijd nu tegen mensen, ik ben december 2017 gestorven. En ik heb echt dat gevoel gehad dat ik gestorven ben. Ik ben dan een pad opgegaan via de Zuid-Amerikaanse medicijnmannen en shamanen, waar ik redelijk zweverige dingen heb meegemaakt. Heel plezant, maar ook wow. Ik beschrijf dat ook in mijn voorstelling. Ik doe daar een sketch over hoe mijn lichaam daarop gereageerd heeft. Waar het langs alle kanten eruit kwam. En dan ben ik een paar cursussen gaan volgen. Die kwam per toeval op... Ja, niks is toeval in het leven. Op een goed pad terecht. Waar ik eigenlijk in maart van 2018 echt een doorbraak voor mezelf heb gekend. Waarin ik... Een volledige regressie en hergeboorte heb gekend van wie ik ben. En ik heb echt het gevoel, en ik kan dat niet genoeg in woorden vatten wat dat is. Ik heb echt het gevoel gehad dat ik daar opnieuw geboren ben en dat ik eigenlijk dat hele oude leven, de oude manier van zijn, de oude spelregels achter mij gelaten heb. En dat ik werkelijk zoals een baby zo opnieuw stappen in het leven zet en dat er een heel nieuw leven is aangebroken. Maar je kan toch niet meer met diezelfde verwondering naar het leven kijken, want je hebt al een leven achter de rug. Ik weet dat, ik heb toen op jouw Facebook, heb ik jouw brief gelezen die je toen geschreven hebt, toen jouw partner, die Adel, in het buitenland woonde, overleden is. En ik moet zeggen, ik was daar zeer door getroffen, zoals waarschijnlijk veel mensen. Ja. En weet je, je zou de auto willen pakken naar jou toe komen en je omhelzen en zeggen, het komt allemaal wel weer goed. Maar jij bent zelf weggegaan, je hebt zelf gezocht naar... Tuurlijk, het was een uitdaging, het gebeurde niet zomaar. En dat beschrijf ik ook. En ik heb daar ontzettend veel aan gehad. En ik heb ontzettend veel geleerd. En het is echt moeilijk om heel kort te beschrijven wat mij dat geleerd heeft, maar het is zo noodzakelijk geweest dat dat gebeurd is, hoe pijnlijk ook, omdat het mij nu gebracht heeft waar ik eigenlijk graag had geweest toen ik 25 was. Maar dat gaat maar, niet. Nee, maar dat is ook niet erg, ik heb daar geen spijt van. Nee. Maar het heeft mij wel... Ja, en dus om terug te gaan naar van, je hebt geen partner. Nee, ik heb op dit moment geen partner. Maar ik zeg dat nu altijd. Ja, maar ja, jongens, ik ben nog maar in maart geboren. Allee, het zou pedofilie zijn. Moest ik nu met iemand beginnen? Ik heb even tijd nodig. Dus ik denk dat ik volgend jaar in de puberteit kom. En dan begint het toch al de hormonen. Ja, en dan ga ik dan experimenteren, hè, jongens. Dus be my guest, hè. Dan ga ik experimenteren en daarna zullen we wel zien.